Welkom bij Goed Met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier. zijn we goed met geld. Aflevering 120. van de Goed Met Geld Podcast. Ik ben Bas. En ik ben Arjan. En vandaag, uh, ja, waar gaan we het over hebben? Over, over energiekosten, over overstappen, vergelijken, wat meer van dat soort uh, droge kost. Nou ja, droog. Misschien niet. Misschien is het wel goed om, uh, om het daar eens gewoon eens even over te hebben. We, we, willen, we willen goed met geld zijn. Ja, er kan heel makkelijk geld verdiend worden. Ja, precies. En, en je kunt één heel makkelijk geld verdienen en twee goed met geld zijn is natuurlijk ook gewoon dat je je vaste lasten een beetje kunt, uh, ja, kunt beheersen. En, uh, ik denk dat voor veel, uh, veel consumenten dat het niet zo goed gaat. Dat ze er geen, geen zicht op hebben of zo. Maar Arjan, jij hebt daar heel veel zicht op. Dus uh, vertel eens. Energieprijzen vergelijken. Wat is daar zo leuk aan? Ja, niks. Nee, gekheid. Ja, die, die energieprijs. Ik, ik zal het even toelichten hoe ik daar ooit op ben gekomen. Want ja, ik deed dit vroeger ook niet. Uh, ik zat uh, bij een van de grotere energieleveranciers. En ja, daar kreeg ik punten. En voor elke maand dat ik klant was, kreeg ik, uh, weet ik het, 10 of 15 punten. En bij 100 punten kreeg ik een keer een, uh, een bioscoopbon of, of zoiets. Dus ik dacht, nou, lekker punten sparen. En uh, hè, ik zit gebakken. Hoe langer je ook uh, abonnee was, of, of ja, een contract had, hoe meer punten je per maand kreeg. Het is echt zo'n uh, blijf-bij-ons bonus, laat maar zeggen. Totdat een collega van mij zei: Van ja, ja ik uh, stap elk jaar over. Ja, daar verdien ik al snel 100, 150 euro per jaar mee. Dat ik dacht: van, Huh. 100, 150 euro per jaar, terwijl ik moet al een, een half jaar een, een contract hebben en gewoon mijn rekening betalen voor een keer een, een, een gratis film via, via zo'n thuisbioscoop a 57. dan doe ik toch iets niet goed volgens mij. Dus dat, uh, dat ben ik toen uit gaan zoeken. En inderdaad, je kan, ik vind het vrij eenvoudig, kan je ja, 100, 150 euro per jaar terugverdienen. Ja, dat is best wel wat uh, geld natuurlijk. Ja, en, en ook even hè, wat, wat daarbij vermeld moet worden. Daar ben je niet een week mee bezig. Dat kan je gewoon in een, in een uurtje, kan je dat regelen, laat maar zeggen. Ik zit dan meteen aan te denken van, uh, oké, okay, dan, dan moet ik dat allemaal gaan zitten uitzoeken en zo. En dan verdien ik 100 euro ermee. En die 100 euro die krijg ik dan pas over een jaar. Waarom, waarom zou ik dat doen? Maar, maar ja, het is, het is natuurlijk eigenlijk helemaal geen werk om, het, om te doen. Je bent er, uh, wat is het, een kwartiertje mee bezig? Een half uurtje misschien? Ja, een beetje hoe, hoe intensief je het doet. Uh. Ja, maar relatief eenvoudig, dus met een nou, kwartiertje, half uurtje werk, kan je echt wel die 100, 150 euro uh, verdiend hebben. Ja, doe dat maar eens na. Het uh, enige nadeel is wel dat je het pas over een jaar krijgt. Ja, dus je moet er even geduld voor hebben en, en het werkt ook het beste als je het elk jaar doet, denk ik. Anders ja. is het helemaal zo'n eenmalig iets. Maar ik zeg uh, met een kwartiertje 150 euro verdienen, ik, uh, ik doe mee. Ik vind het interessant. Ja, zo nou, commercieel top. ben ik dan ook alweer. Deze podcast duurt iets langer. Dus uh, de, de eerste keer duurt altijd het langst, laat maar zeggen. Ja, dat, daar hik ik een beetje zelf tegenaan. Hè? Want uh, jij gaf aan van joh, je hebt zo'n collega gehad en die, die stapte elk jaar over. Nou, dat doe ik ook. Alleen ik maak er geen hele studie van. Ik doe letterlijk in één minuut via uh, de grote vergelijker die uh, verzekeringen en energie kan vergelijken. Ja. Dan doe ik uh, next, next, next finish. En dan uh, ben ik overgestapt. Of, of niet, hè? Als, als bij de huidige leverancier blijven de goedkoopste optie is, dan, dan doe ik dat. Ja. Uh, maar ik heb dan wel zo'n reminder in mijn agenda staan dat ik dat elk jaar even doe. Nou, dan klik ik uh, door die vergelijker heen en dan, uh, dan is het weer geregeld. Het fijne van die website is dat ze alles voor je doen natuurlijk. Ja. Dus je hebt er eigenlijk heel weinig werk aan. Maar ik ga niet, nou, ik vul niet meerdere vergelijkers in of ook nog welkomstbonussen vergelijken of dat soort zaken. Ja. Nou, maar kan je, kan je dan eens jouw proces be beschrijven? En dan ga ik daarna wel eens vertellen van nou... Uh, hoe het, hoe het echt moet. Nog, uh, nee, maar <laughs> als je, hey, jouw proces kost een minuut. En heb je ja. al relatief eenvoudig geld verdiend? Ja, het kost misschien twee minuten, afhankelijk van hoe uh, gefocust je bent. Ja, maar als dat met een paar minuten meer nog ja. beter kan, hè, dat, dat zou zomaar kunnen. Dat ik denk, van, nou, wie weet. Dus uh, je gaat naar een grote vergelijker. Wat ga ja. je dan invullen? Nou, dan vragen ze volgens mij altijd uh, eerst om uh, waar woon je woont. Want uh, afhankelijk van waar je woont, uh, kan uh, de een of de andere wel of geen uh, stroom leveren. En, uh, ja. Volgens mij, denk ik. Ik snap niet zo goed waarom, maar dat, dat, dat zal allemaal wel. Uh, dus uh, je vult je, je postcode en huisnummer in. En dan, uh, nou, volgens mij, moet je vaak uh, ook nog aangeven bij wie je uh, op dit moment uh, je, je ja. energie afneemt. Ja. Nou, dat kan, uh, dat kan stroom zijn, dat kan gas zijn. Uh, en dat, uh, dat kan een warmtenet of, of stadswarming zijn. Als je aan de stadswarming zit, dan kan je niet overstappen van een energieleverancier. Uh, ja, dat, dat is bij ons het geval. Ik woon in een, uh, in een vrij grote stad waar dan zo'n warmtenet ligt. Dus voor, uh, voor de verwarming kan ik niet overstappen. Dus ik, maar voor stroom wel. Dus, dus stroom ja. uh, vergelijk ik altijd. Maar goed, als je gewoon een gasaansluiting hebt, dan kan je natuurlijk voor stroom en gas uh, gaan kijken. Dus je moet, uh, je moet dan opgeven bij, bij wie je zit en wat je jaarverbruik ongeveer is. Nou, dan vul ik in uh, van, ik heb, uh, weet ik veel, 1200 kilowattuur aan stroom. En, dat is, uh, en dan vraag ze ook nog van, heb je een dubbele meter? Ja, die heb ik. Nou, hoeveel is de verdeling dan? Geen idee, ik doe maar gewoon 600, 600 en dan zal het goed zijn. Mm -hmm. Dan kom ik ook op die 1200 uit namelijk. Ja. Nu met corona is het ietsje meer. Het zal eerder richting de 14 of 1500 gaan. Want ik zit de hele tijd thuis te werken. Hè, dus dan, dan verbruik je even wat meer, uh, wat meer elektra. Ja. Maar, maar dat is hoe ik hem invul. Dus heel recht toe, recht aan. Het, uh, ik ga niet uh, op de kilowattuur alles uitzoeken. En ook nog het splitsen in het hoog- en laag-tarief. Ik, ik zeg, nou, het is ongeveer dit. En dat deel ik er twee om, om in te vullen. Ja. En dan druk ik, druk ik op vergelijk. En dan uh, krijg je zo'n lijstje. En dan uh, klik ik de goedkoopste aan. En dan doe ik next, next finish. En dan ben je overgestapt. Of tenminste, dan, dan regelen zij die overstap voor je. Ja. Nou, zo, zo simpel kan het inderdaad al zijn. En, en let op, hè, luister, dit is, dit, dit is echt letterlijk wat ik zeg. Het is echt letterlijk één of twee minuten werk. Het is niet zo dat je hiervoor een hele studie moet maken en, en verstand moet hebben van de energieprijzen enzovoort. Het is letterlijk je gegevens invullen. Next, next, fitness en je bent er. Nou, ik zal heel vast zeggen, ik heb ook geen verstand van de energieprijzen. Maar ik ben er wel een keer gewoon eens even op, uh, op doorgeklikt. Van oké, okay, maar hoe zit dat nou? En is dit dan inderdaad ook de goedkoopste? Want daar was ik wel heel erg benieuwd naar. Van hé, hey, als ik het nou zo doe. Klopt dat dan ook? Dus uh, nou, laten we eigenlijk gewoon maar het is in een stappenplan zetten. Van oké, okay, welke stappen moet je nou doorlopen om over te stappen van energieleverancier? Ja, en de eerste stap, die eigenlijk het belangrijkste is, is wat is je jaarverbruik? Nou, pas je zegt van, uh, nou, ik weet het ongeveer, dat vul ik dan ongeveer in. Wat ik altijd doe, is: ik ga gewoon kijken van ook wat was mijn laatste afrekennota. Nou, die is dan vaak van tien uh, maanden geleden, maar ja, zoveel verandert er niet in ons gezin. En dan wist ik gewoon precies van het hele jaar van oké, okay, ik heb dus zoveel gebruikt. Daardoor weet je het gewoon precies, hoef je niet moeilijk te gaan doen van gokken en dat je bij de ene vergelijker net 100 meer of 100 minder invult. Of sterker nog, dat die, die verschillende vergelijkers, dat ze het even opvragen. Want wat er bijgehouden wordt, is dat op jouw adres wordt gewoon bijgehouden van oké, okay, hoeveel verbruik je? En als ze dat dus geautomatiseerd doen, dan pakken ze het gemiddelde van de afgelopen drie jaar. Nou ja. Werkt dat meteen als dus je op zo'n website zit? Of, of duurt dat even om te synchroniseren en die toestemming dat, te verwerken gaat, en zo? Dat gaat vrij soepel. Okay. Um, maar wat bij mij bijvoorbeeld het nadeel was... Ik was net verhuisd naar een nieuw appartement. Nou, en ik, ik weet niet wat voor sauna die vorige bewoners die hiervan maakten. Maar echt die energierekening was knijterhoog. Nou, oké, okay, ze, ze wonen er nog met een klein kindje. Dus misschien dat dat meer energie gebruikt. Maar echt dat ik dacht van wow. En het jaar erop was al opeens... Uh, die drie jaar was het gemiddelde een stuk al gedaald. Omdat ik er een jaar had gewoond. Dus ging mijn maandbedrag opeens ook een stuk, uh, stuk naar beneden. Mm -hmm. Dus hè, dat, dat kan je daar ook nog eens mee, in, in meenemen. Van oké, okay, als ze het nou geautomatiseerd doen. dan pakken ze gewoon het gemiddelde van de afgelopen drie jaar. Oh ja, nou. nou, en dan hè, op, op jouw jaarafrekening staat dus gewoon: oké, okay, hoeveel heb je aan elektriciteit gebruikt? En hoeveel heb je aan gas gebruikt? Zo simpel is het. En mm -hmm. als je dan nog een dubbele meter hebt, staat er ook nog onderscheid in. Maar dat is voor mij de makkelijkste manier om gewoon eens even te checken van, hé, hey, wat moet ik nou invullen? Oké. Okay. Nou, tot zover stap 1. Viel wel mee volgens mij. Ja, dat, dat, valt, dat valt heel erg mee. Dat is eigenlijk... Uh... Gewoon de vorige jaarafrekening terugzoeken. Ja, nou, precies. Dat is eigenlijk ook een beetje wat ik doe natuurlijk. Ja. Nou, dan uh, stap 2 is even bij jezelf te raden gaan. Hoe goed wil ik voor het milieu zijn en wat vind ik belangrijk? Want hè, bijvoorbeeld bij uh, elektriciteit kun je kiezen tussen grijze stroom, windstroom, zonne-energie. Waterkrachtcentrales hebben we niet echt in Nederland geloof ik. Maar soms wordt dat zelfs nog uh, als, als optie gegeven. Mm -hmm. Ja, wat vind je zelf belangrijk? Als je het niet boeit en gewoon voor de goedkoopste gaat, dan vink je niks aan. Maar wil je per se groene stroom? Of wil je hè, groen gemaakte stroom? Dat kan ook nog. Hè, dat er met certificaten uh, wordt het alsnog vergroend, laat maar zeggen. Uh, oh ja. dan, dan kan je dat aangeven. Dus uh, dit is gewoon even bij jezelf te raden gaan. Vind ik het belangrijk ja of nee. En volgende ja. stap. Nou, dat valt op zich ook nog mee. En persoonlijk, hè? doe jij dat? Of ga je, ga je voor de goedkoopste of ga je voor de groene? Um, over het algemeen vul ik niks in. Dus okay. ik, ik maak geen onderscheid erin. Okay. Maar als ik voor een euro per maand extra groene stroom heb, dan wil ik wel die euro per maand extra betalen. Ja, dat doe ik ook. En, en wat tenminste, tegenwoordig vul ik uh, vind ik wel dat, dat vakje groen aan in de vergelijker. Maar ja. het is me opgevallen dat dat vaak ook een van de goedkoopste is. Ja, dat, dat, dat valt mij heel erg op. Dus, um... ja, vroeger was dat inderdaad een uh, echt een ding. Hè? Ik heb groene stroom en ik ben goed voor ja. het milieu. Maar ja. ik betaal me wel groen en geel aan de groene stroom. En tegenwoordig, ja, de, de grijze stroom is gewoon wat duurder. En wat, wat daar ook nog eens bij komt kijken, heel veel stroom wordt groen gemaakt. Hè, dat, er, dat er certificaten worden gekocht, CO2-uitstootcertificaten, uh, om die stroom te vergroenen, zoals dat heet. Dus dat, ja. is, dat is nog wel een tricky one, hoor. Ja, goed, het, uh, ik, ik weet ook niet precies hoe dat werkt, maar ik, ik vul altijd wel dat vakje in met, uh, met groen en ik heb niet het gevoel dat ik daardoor heel veel te veel betaal of zo. Dus, nou. uh, en als het, wat jij ook zegt, hè, als het een eurotje meer is, dan uh, boeiend. Ja, nou vervolgens stap 3 is ga naar de vergelijker naar keuze en vul de gegevens in nou net zoals jij deed Bas van joh wat waar woon je wat is je gezinsnamenstelling en weet je jouw verbruik nou dat verbruik dat hebben we in stap 1 dus al opgezocht dus nou die kan je ook gewoon invullen dus dan, ja. dan weet je ook gewoon dat het een reële inschatting is want als je gewoon zegt van hé, hey, uh, twee personen in een appartementje dan pakken ze daar het gemiddelde van oh ja. nou ja op de een of andere manier verbruik ik altijd maar 90% van een gemiddelde flatbewoner. Ja, dat, dat valt mij ook op. Dat, uh, ik, ik, ik weet niet wie die gemiddelde mensen dan zijn, maar ze, ze gebruiken ontzettend veel uh, stroom. Ja, ik, ik weet niet of ze het bejaardertenhuis dan meetellen of zo. Dat dat allemaal appartementjes zijn waar het standaard 23 graden is. Ja, dat zou ook nog kunnen, inderdaad. Ja, geen idee. Maar ja, op de een of andere manier ben ik relatief zuinig. Vergeleken met de rest van Nederland. Het gemiddelde in ieder geval. Dus uh, ik, ik vind het dus wel heel fijn om gewoon zelf te, het in te vullen en niet uit te gaan van de standaard. Nou, dan heb je de vergelijker ingevuld en dan, dan komt die uitslag. Hè? En Bas, wat jij zegt, ik pak dan de goedkoopste. Maar welke goedkoopste pak jij dan? Is dat. Uh, <laughs> want, nee, en dan hoef ik niet het merk te weten. Maar wat staat er dan heel groot? Staat er dan een maandbedrag heel groot? Van hé, hey, jij gaat uh, zoveel euro per maand betalen? Of staat er een jaarbedrag heel groot? Van dit, dit ben je kwijt per jaar. Ah, dat, weet, dat weet ik eigenlijk niet. Daar uh, is het even te lang geleden voor om die, om die details te weten. Maar ja, voor mij is dat toch gewoon hetzelfde. Jaarbedrag is toch gewoon twaalf keer je maandbedrag, of niet? Kijk, en daar gaat het mis. Shit, man. Daar echt. En dit is, nou, misschien hoor je het wel, een van mijn frustraties... <laughs> Het is namelijk zo dat heel veel energiemaatschappijen jou heel graag als klant willen hebben. Van kom bij ons, kom bij ons, kom bij ons. Sure. En dus krijg je vaak een welkomstbonus of een welkomstkorting. Of nou, hè, geef het beestje een naampje. En wat dat inhoudt, is dat jij aan het eind van dat contract. of aan het eind van het eerste jaar van dat contract. dan krijg je een geldbedrag terug. Nou, en dat kan dus wel 100, 150, soms wel 200 euro zijn maar dat zit dus niet verwerkt in dat maandbedrag. Oké. Okay. Dus hè, uh, als voorbeeld, stel dat je 80 euro per maand betaalt, mm -hmm. dan zou je zeggen van hey dat is 960 euro per jaar. Ja, 80 ja? keer 12. Ja. 80 keer 12. Nou, dan staat er dus een maandbedrag van 80 euro. Maar stel nou dat je 150 euro aan het eind terugkrijgt, dan is het dus mm. niet 12 mm -hmm. keer 80, 960 euro op jaarbasis. Nee. Dat is 810 euro, namelijk 12 keer 80, min 150. Ja. Nou, dus jouw maandbedrag is dan 80, terwijl jouw jaarbedrag is 810. Nou, en die 810, ja, dat is dus echt het, het bedrag wat je kan gaan vergelijken. Ja, Want ja. Hè, stel dat bij een ander uh, het maandbedrag uh, 82 euro is. Dus mm. in plaats van die, uh, die 960 ben je dan 984 euro kwijt. Oh ja. Maar je krijgt een welkomstbonus van 200 euro. Ja, dan is het maandbedrag inderdaad 2 euro hoger. Maar het jaarbedrag is opeens gewoon uh, twee tientjes lager. Ja. Dat is dus echt, echt het bedrag wat je kan gaan vergelijken. Dat jaarbedrag, en bij heel veel vergelijkers staat dat er ook wel tegenwoordig bij. Uh, maar hey, anders ga je appels met peren vergelijken. En daar word je niet gelukkig van. Of in ieder geval niet wijzer. Dus nou, dat is. Ja. Een van de, de meest belangrijke dingen, denk ik al, om gewoon eens naar dat jaarbedrag te kijken. En hè, dan kan er meteen gezegd worden van ja, maar hè, de, de energieprijs, je betaalt uiteindelijk betaal je per kilowattuur of per kubieke meter gas. Hmm. Ja, want Als je meer of minder gaat verbruiken, ga je natuurlijk ook uiteindelijk meer of minder betalen. Juist. En hè, die energieprijzen verschillen per aanbieder. En dat, ja. dat scheelt soms wel een, een cent of twee. Maar ja, let op, een cent of twee is best wel veel, hè. Want uh, bij een gemiddelde stroomprijs van, uh, wat is het, 20, 22 cent per kilowattuur... ...als dat twee cent scheelt, dan uh, dat is dat gewoon 10% op je stroomprijs. Uh, ja. Dus twee cent klinkt heel weinig, maar dat is wel best een significante wijziging. Ja, maar stel dat je uh, 2000 kilowattuur op jaarbasis gebruikt... ...en het is twee cent duurder bij de ander, dan scheelt dat dus 40 euro. Ja. Maar als de welkomstkorting daar ook naar is... Ja, oké, okay. als je dus vergeleken met tussen de een en de ander iets meer kilowattuur gaat gebruiken, dan ben je dus misschien wat duurder uit. Maar het, het verschil wat je dan net duurder uit bent, dat ga je nooit terugverdienen door voor de goedkopere te gaan en dus minder welkomstbonus te krijgen. En dat is dus waar ik heel erg naar kijk van ja, nou stel dat ik 10 kilowattuur meer gebruik. Ja, of ik nou bij de 1 10 kilowattuur of bij de ander 10 kilowattuur meer gebruik. Ik moet ze allebei betalen. Alleen bij de 1 is het dus 2 cent duurder. Dus ben ik 20 cent meer kwijt, effectief. Mm -hmm. Snap je? Dus ik kijk heel erg van: oké, okay, wat heb ik realistisch verbruikt? En wat is daarbij het jaarbedrag? En ik ga niet kijken van: ja, maar wat zijn dan die energieprijzen per kilowattuur? Want effectief, ja, uiteindelijk moet je het toch betalen. En die 1 of 2 cent verschil daartussen, die wordt dus goed gemaakt door die welkomstbonus. Ja, dus als je een duurdere leverancier kiest, dan kan het zijn dat je uiteindelijk onderaan de streep toch goedkoper uit bent. Omdat je aan het eind van het jaar, uh, weet ik veel, 100 euro terugkrijgt, waar je, waar je dat bij de goedkoopste misschien niet krijgt. Ja. Oké. Okay. Ah, er de, de, de zit een catch aan, denk ik. Want als ik dit zo hoor, dan denk ik van ja, dat, dat werkt alleen maar als je dat grapje elk jaar uithaalt. Ja. Want als jij die duurdere kiest, na 12 maanden strijk je 100 euro bonus op. Dan zeg je oké, okay, yes, ik heb een jaartje lekker goedkope elektra gehad. Maar ja, als je vervolgens bij die te dure gasten blijft zitten... Ja, dan, ga je ah, gewoon, uh, dan verlies je het heel snel weer terug. Of, uh, ja, dan raak je het heel snel we weer ons, kwijt. Ja. Laten we ons stappenplan nog even afmaken. En dan gaan we daarna nog even op de catches uh, terugkomen. Want er zitten wel meer addertjes onder dat gras. Dus uh, nou, we hebben die vergelijking ingevuld. We hebben de goedkoopste geselecteerd. Dan is het heel simpel. Doorklikken en bestellen. En laat hun de overstap maar regelen. En wat ik vaak doe is dat ik hem dan gewoon zet op de afloopdatum van het vorige contract. Ja. Dat vind ik gewoon prettig, dan naai je de ander ook niet. En er zit ook dus een catch, en die, daar komen we zo meteen nog even op terug, maar ik zet hem dus gewoon op de, het afloopdatum van het vorige contract. Oké, okay. nou dat is wel slim denk ik, en dan loopt hij in één keer over. Ja, en nou, dan heb je nog een, uh, een laatste stap, en dat is schrijf in de agenda over een maand of uh, tien van hé, hey, energiecontract loopt bijna af. Misschien is het handig om weer even over te gaan stappen. Dan kan je het niet vergeten ook. Ja. Dan weet je gewoon, oké, okay, ik moet daar naar kijken. Ik heb, ik heb een hele mooie product productiviteitshack hiervoor. Ik, ik gebruik een zo zo'n appje, dat heet Todoist. En dat heb ik op mijn telefoon en op mijn laptop... en dat synchroniseert dan mooi met elkaar. En daar kan je allemaal van dit soort uh, to-do-activiteiten in, uh, in opslaan. Maar waarbij een to-do-lijst wel statisch is... en je kan iets afvinken en dan is het weg. Kan ja. je bij Todoist ook aangeven dat het uh, recurring is. Met andere woorden, elk jaar op uh, 1 april... Moet je, weet ik veel, een greintje uithalen met je energieleverancier, ja. weet ik veel. Uh, en, en dan, dan komt hij elke keer terug. En dan uh, op die datum die je hebt ingegeven, komt er een activiteit op je to-do-lijst te staan. Vergelijk je energie. Nou, en als je dat dan hebt gedaan, dan vind je hem af. En dan is hij weer weg. Maar dan komt hij jaar erop, uh, kom, komt hij gewoon weer terug. En dat, dat vind, ik al, uh, vind ik al een mooie hack om, uh, om dit soort dingen mee te doen. Ja, oké. Okay. Gewoon een gratis appje kan je, kan je gebruiken. Er zit wel een betaalde versie bij, maar met de gratis variant kan je in principe uh, genoeg doen volgens mij. Oh, chill. Nou, dus weg met die agendas. Weg met die agenda's. Nou, mijn agenda: daar zit ook een recurring-knop op. Nou dus... ah ja, chill. Ja. Lang leven de digitale agenda. Maar laten we even de, de, een aantal catches uh, tussenuit pakken. Uh, want er zitten nog wat alletjes onder het gras. Allereerst, die vergelijkingswebsites. Die zijn niet allemaal hetzelfde. En dat is heel flauw, maar in principe hoe het werkt is als zo'n vergelijkingswebsite jou doorverwijst naar zo'n energiemaatschappij. Ja, dan krijgen ze de commissie voor. Daar bestaat hun hele bestaan uit. En hun hele winstmodel. Dus ja, zij willen ook graag hele gunstige contracten. Kunnen soms een ander voortrekken, omdat ze daar net iets meer betaald voor krijgen. Mm -hmm. Dus wat ik altijd doe, is gewoon twee of drie verschillende vergelijkers invullen. Nou, je, je weet hoeveel werk het is. Je hebt toch de gegevens <laughs> al. Dus de computer moet drie keer nadenken. Ja. En daar stopt het. Ja. En daar komen altijd wel weer verschillende prijzen uit. Dus ook verschillende jaarprijzen. En daarom is het dus ook zo belangrijk om niet alleen naar de maandprijs te kijken, maar juist naar het totaalbedrag voor de komende twaalf maanden. Hmm. Uh, want dan kan je ze echt goed vergelijken. Dus dat, dat vond ik als eerste dat ik denk van ja, uh, waarom uh, vergelijker A uh, die als goedkoopste aanbiedt en vergelijker B die als goedkoopste. En daar zit dan echt nog wel eens een uh, verschil tussen. Oké. Okay. Dus dat als okay. eerste. Uh, wat ik dan ook nog wel eens doe en bij energie valt het nog wel eens mee... maar bijvoorbeeld bij vliegtuigtickets werkt dat echt gigantisch goed... is door gewoon naar de website van dat betreffende bedrijf te gaan... dus in dit geval energiemaatschappij... maar het kan net zo goed zijn bij, weet ik veel, luchtvaartmaatschappij... om gewoon daar nog een keer die berekening in te vullen. Misschien hebben ze net op de website zelf wel nog een andere actie lopen... dan via de vergelijker. Okay. Dus dat, als je, als je een extra stap wil wagen... Bij energiemaatschappijen valt het op zich nog wel mee hoe, uh, hoe goed dat werkt. Maar bijvoorbeeld bij. Vliegte... Dat, dat, ja, dat was mijn vraag, inderdaad. Van, uh, merk jij dat dat helpt? Kom, kom jij tegen dat dit, dat dit nog gebeurt? Dat je een andere prijs krijgt op het moment dat je het via de website zelf doet? Uh, ja. Oké, okay. ik heb dat één keer nu meegemaakt en die ga ik zo meteen nog even uitleggen. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog altijd de vraag: wie het één of drie jaar vastzetten, dat contract. Er zit een verschil in. De, de variabele energieprijs is vaak wat hoger. Krijg je eenmaal een jaarcontract. dat je de energieprijs in jaar vastzet. of een driejarig contract. ja, dan weet zo'n energiemaatschappij natuurlijk ook. dat jij drie jaar lang klant bij ze bent. en dat ze drie jaar lang hun energie bij je neer kunnen knallen. Mm -hmm. Dus dat is voor hun alleen maar gunstig. Dus daar krijg je wat korting voor. Maar. maar, maar stel nou dat jij na een jaar zegt: hé, hey, ik wil toch naar die ander. Ik heb nu mijn welkomstkorting. Ik wil nu weer naar de volgende. Uh, dan kan het zo zijn dat je het contract af moet kopen. Nou, dat zijn gereguleerde tarieven. Mm -hmm. uh, die, die kan je ook gewoon terugzoeken. Ik, ik geloof, als je nog uh, twee tot tweeënhalf jaar moet, dan, uh, dan kan het zomaar zijn dat je 100 euro per contract af moet tikken. En per contract bedoel ik jouw elektriciteit. En jouw gas zijn twee losse contracten. Dus dat oh, is ja. dan twee keer 100 euro. Ja. Nou, en het het stonde daaraan is dat als jij bij sommige energiemaatschappijen overstapt, dat ze zeggen wij betalen voor jou de overstapboete. Anderen zeggen, ja, die moet je gewoon zelf betalen. Dus stel, je krijgt straks een, een welkomskorting van 200 euro. Maar je moet nog wel een, een tweejarig contract afkopen met daardoor een boete van 200 euro, levert je effectief dus niks op. Okay. Dat is dus ook waarom ik eigenlijk altijd kies voor een eenjarig contract. Uh -huh. Want ja, de tarieven zijn wel iets duurder. Maar ik heb dus niet zo'n afkoopboete. Om, om te kunnen switchen. En daarom zeg ik dus eigenlijk altijd van joh, ik zet hem gewoon op de, de afloopdatum van het contract. Ik geloof dat, dat de verschillende energiemaatschappijen dat standaard doen. Uh, als je in, in vier weken tijd als dat contract dan afloopt. Dus hè, dat, daar hebben ze zelf ook wel echt over nagedacht. Maar wees je hiervan bewust als je voor een driejarig contract kiest. Ja, ja je zit er gewoon langer aan vast. En dat ja, op zich is het logisch hè? dat als je met elkaar een afspraak maakt van ik ga drie jaar lang klant zijn bij jou en je stopt er na een jaar mee. ja Ik vind het terecht dat je daar een vergoeding voor moet betalen. Ja. Zijn de tarieven voor drie jaar echt lager dan voor één jaar, is dat zo? Ja, er, er zit een klein verschil in, ja. ja Oké, okay. ik had verwacht dat ze ietsje hoger zouden zijn, omdat het risico voor de energiemaatschappij natuurlijk is dat als de energieprijzen heel erg gaan stijgen in die drie jaar, ja. dan, dan zijn zij het haasje. Dus ik had verwacht dat je daarvoor zou betalen als consument zijnde. Ja. Dat, is met, dat is met rente op hypotheken wel, hè. Als je die langer vastzet, dan betaal je meer, omdat het risico voor de bank groter wordt. Ja. Dus ik had verwacht dat het hier ook zou zijn. Ja, en het, het verschilt ook een beetje. Hè, wat, wat doet de markt? Want op dit moment zijn ze knijterveel veel windparken en wat allemaal aan het aanleggen. Dus voor elektriciteit is, is de, de voorkast dan een beetje dat het langzaamaan zal dalen. Terwijl voor gas zal het weer een beetje gaan stijgen. Dus ik, oh ja. ik denk dat ze ook naar de voorkast de voor over drie jaar daarin kijken. Ja. Hè, want als het, als, de weer, als het alleen maar groeit, 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 ja, dan is er dus meer vraag. En als de vraag niet bijgehouden kan worden, dan zullen de prijzen stijgen. Dus dat zal je dan ja. ook in een driejarig contract uh, dan al mee zien komen. Ja, ja. oké. Okay. Nou, en dan heb ik nog één grote frustratie en dat uh, heette verkopers aan de deur. Echt, ik, ik ben er nu twee keer ingetrapt dat ik me toch mijn gegevens heb afgegeven. Want ja, dan maken we even een proefberekening voor u. En, en het kan goedkoper. En dan serieus dat ze vragen van wat betaalt u nu? Oké, okay, wij kunnen 15% goedkoper. Nou, dat klinkt heel aantrekkelijk, dus dan wil ik zo'n proefberekening wel maken. En nou, dan, hè, volgens de proefberekening, kom ik inderdaad 15% goedkoper uit. Dus nou, contract getekend. En dan krijg je uiteindelijk het definitieve maandbedrag. En dan is dat gewoon 10 euro meer dan wat ik nu betaal. Oh, wow. Hoe kan dat dan? Ja, omdat ze dan ervan uitgaan dat. En met wat korting of ik. ik ik weet het eigenlijk niet eens. Op de een of andere manier flikken ze het me altijd. Dus dan bel ik weer boos naar de klantenservice... van ja, what the fuck... jullie hebben me 15% minder maandbedrag beloofd... en ik, ik ga nu een tientje meer betalen... dus ik wil hem nu opzeggen. Gelukkig heb je dan wel uh, het recht... om zo'n contract op te zeggen. Dat... Ja, de eerste 14 dagen heb je, geloof ik. Ja, 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 dus dat moet je dan wel op tijd doen. Maar echt, het is me nog nooit voorgekomen... dat uh, iemand aan de deur het goedkoper kon. Sterker nog... Uh, ik heb, dat was, ik geloof de Nuon. Toen had ik, uh, daar was ik ooit klant. En uh, toen ben ik daar een jaar weg geweest en toen kreeg ik een, een kom, alsjeblieft, bij ons terugkorting. Daar kwam het een beetje op neer. Dus dat was een welkomstkorting van 200 euro. Dat is echt heel hoog. En toen kwam er iemand aan de deur, ook van Nuon. En die zei: Van ja, we hebben een welkomstkorting van 100 euro. Hmm, dus ik heb doodleuk in zijn gezicht gezegd: Van ja, nou, dat vind ik wel een slechte deal. Ja, hoezo dan? Ik zeg: Nou, ik kan 200 euro welkomstkorting krijgen. Ja. ja, bij welke aanbieder is dat? Ja, bij dezelfde. <laughs> nou, toen, Vol, toen... Volgens mij zijn die gasten die aan de deur komen, die zijn helemaal niet van die energiemaatschappij. Die zijn gewoon van een of ander marketingbureau, denk ik. Van, van zo'n verkoopbedrijf. Die dan namens Nuon in dit geval uh, zo'n abonnement proberen te verkopen. Ja, ik, ik, ik weet het niet. Die gasten die op het station zijn, staan uh, met kranten, die zijn ook helemaal niet van de Volkskrant of van de Telegraaf. Nee, en, en ik het, denk dat het hiermee een beetje hetzelfde is. Het probleem wat ik daarmee altijd heb, is dat het hele gladde praatjes zijn en dat je dus binnen een kwartier toch al beslist moet hebben. Ja. En bij zo'n vergelijker, dan heb je gewoon het overzicht van alle verschillende maatschappijen. Kan je ja. nog even rustig erover nadenken, even zitten. En kan je hem altijd alsnog afsluiten. Dus ja, die verkopers aan de deur, tegenwoordig sta ik ze vriendelijk te woord, maar uh, nee, dank u wel. Oh, ik, ik doe dat niet. Wij, hebben hier in het, uh, ik, ik, wij wonen in een appartement. We hebben met de bewoners afgesproken. We gaan geen uh, verkopers binnenlaten. Doen het gewoon niet. Als, oh, iemand, nee. een as, als iemand een afspraak bij je heeft, ja tuurlijk, dan mag hij naar binnen. Maar we gaan niet iemand uh, zomaar binnenlaten. Doen we gewoon niet. Dus als ze bij je aanbellen, dan zeg je nee, sorry, daar doen we niet aan mee. Oh, goeie. Ik wil ze namelijk helemaal niet vriendelijk te woord staan. Ik wil gewoon dat ze weggaan. En wat nog erger is, ik heb, uh, ik heb een eigen bedrijf. Mijn telefoonnummer staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd. Nou, je raadt het al. Ik word elke dag gebeld. Die mij uh, energie wil, uh, wil verkopen. Want ja, je kunt zakelijke uh, energie kopen, dat is veel goedkoper. Ik zei nou één, dat kan helemaal niet, want dit is gewoon een huisadres, dus dat, uh, dat mag niet. Ja. Ja. Want ik gebruik die stroom ook privé, dus uh, die mag ik ook niet zakelijk kopen. Ja, maar dat kan wel. Ik zei nee, dat kan niet. En twee, ik wil gewoon überhaupt niet door die gasten gebeld worden. Dat is precies wat jij zegt. Als ik die vergelijker invul, dan doe ik dat wanneer wanneer het mij uitkomt. Ja. Ja, het is heel irritant van die ongevraagde uh, reclame eigenlijk of, of aanbiedingen. Ja. Ja, en ik, ik word momenteel ook gebeld door verschillende energiemaatschappijen. Dat ik denk, ik heb mijn gegevens überhaupt nooit aange afgegeven. Dus ze dus zijn momenteel ook weer echt ja. flink aan het bellen erop. Ja, precies. Ja. Um, maar goed, en nog even de laatste. Jij zei van: is het dan wel eens gelukt om goedkoper uit te zijn op de website zelf dan via een vergelijker? Nou, en dat is me dus één keer gelukt. Mooi. Mooi. En dat, dat is niet zozeer omdat de aanbieding op de website beter was. Nee, wat er, wat er uitkwam is dat uh, de ene maatschappij was, ik geloof, effectief 20 euro duurder dan de goedkoopste. Daar kwam het een beetje op neer. Okay. Maar die ene goedkoopste, daar heb ik ook internet. En die hebben dus de actie dat op het moment dat jij al een internetabonnement hebt en je neemt daar dus ook energie af, dan krijg jij 5 euro korting op jouw internetabonnement. En nou, voor de snelle rekenaar, dat is dus 60 euro op jaarbasis, wat je gewoon aan extra korting krijgt. En die 60 euro is dus niet korting op jouw energierekening, maar op jouw internetrekening. Hm. Maar het scheelt je wel dezelfde 60 euro. Dus uh, ja, volgens de verschillende vergelijkers heb ik niet het goedkoopste energiecontract, maar de ene goedkoopste. Maar ik ben dus wel uiteindelijk precies onder de streep goedkoper uit, omdat ik dus extra korting krijg op mijn internetabonnement. Oh ja. Dus dat is er nog eentje die je extra even kan checken, van hey, op het moment dat je al internet bij een partij hebt die ook energie aanbieden, dan zou je voor de gein gewoon eens kunnen kijken van hey, zit daar nog extra korting bij. Ja, dit is wel echt de pro-move hè mensen, dat je, uh, dat je niet alleen maar de vergelijking doet van waar kan ik de goedkoopste elektra krijgen, maar dat je natuurlijk gaat kijken van nou, als ik dat dan doe, kan ik dan niet op een ander abonnement dat ik al heb weer wat korting uh, krijgen. Dus uh, mocht je die extra vijf minuten eraan willen besteden, dan is dat nog wel een, een mooie. Ja, want meer dan vijf minuten extra was het niet. En dat is misschien wel het mooiste, dat ik dus in vijf minuten extra nog een keer 60 euro korting heb geregeld in een jaar. Ja, ja precies. En dat is natuurlijk wel, dat is wel vet. En dat wil ik eigenlijk ook aan iedereen wel meegeven. Als je nou, ja, als je nou gewoon even die, de, de helft van de tijd pakt dat je naar deze aflevering luistert, dan kan je gewoon, uh, wat is het, de gemiddelde besparing van 100 euro per jaar realiseren of zo. Dus dat is, het is best wel de moeite waard. Kijk, ik denk dat dat de tip van de dag is. Check even hoe het met jouw energiecontract zit. Is die al vrij opzegbaar? Dan kan je direct gaan vergelijken als het ware. Ja, gewoon gaan shoppen is het eigenlijk. Precies. Uh, is die dat nog niet? Check even wanneer die dat is. En uh, zet uh, een maand of twee maanden van tevoren een reminder in je agenda of in je to-do-lijst. En dan, uh, ja, dat, je, je kunt er gewoon wat mee besparen. En ik denk dat het zonde is om het te laten liggen. Uh, we hebben het een paar afleveringen geleden, spraken we Bob van, uh, van DEC, een verzekeraar. En die zei van, ja, er zit zoveel verspilling in en, en dat is eigenlijk zonde. Het gaat er niet om dat we zuinig moeten zijn of zo, maar het is, zonde om, het is zonde om het geld te verspillen, als je het ook aan andere dingen, aan leukere dingen kan uitgeven. En dat geldt voor je elektra en je gas uh, absoluut ook. Ja, en wat je zegt is heel slim ook. Zet het dus niet precies op de afloopdatum in je agenda, want je hebt altijd twee weken bedenktermijn en uh, het duurt altijd dan nog even. Dus... Ik zou inderdaad zeggen, pak een maand, twee maanden daarvoor. Van, hé, hey, dan moet ik er weer eens even naar kijken. Want... Ja, dat is ruim op tijd ook, hè? Ja, er zit gewoon altijd even tussen, tussen het daadwerkelijk bestellen, het finale contract en het daadwerkelijk kunnen gaan leveren. Dus precies op de datum ben je eigenlijk al te laat. Oké. Okay. Nou, ik denk dat dit een... Uh... Dat dit een mooie tip was om mee af te sluiten, Arjan. En voor het luisteraar, als je zelf nog, uh, nog een goede tip hebt... of als je, als je iets hebt meegemaakt... waardoor je uh, nog net even wat slimmer geld hebt kunnen besparen... op je energiecontract, ja, laat het ons dan weten. Je vindt de show notes van deze aflevering... op goedmetgeldpodcast.nl 120. Uh, daar kun je een berichtje achterlaten. Dat is een, een openbaar berichtje dat dan onder die webpagina wordt geplaatst. En je kan via goedmetgeldpodcast.nl slash contact... ons ook een, een privéberichtje sturen... Daar krijgen wij dan een, uh, een mailtje van en dan uh, kunnen we daar één op één uh, het daarover hebben. Ja, en wil je nou een overzicht hebben van verschillende vergelijkers? Ga dan ook even naar uh, Goedmetgeldpodcast.nl/slash vergelijken. Daar uh, nemen wij een lijstje op van verschillende vergelijkers. Waardoor je zelf niet eens meer hoeft te zoeken naar de verschillende vergelijkers. Nee, het is gewoon klik, klik, klik en drie keer invullen en je bent klaar. Zo, dat is handig. Om het wel zo makkelijk te maken. Ja, laten we het wel zo makkelijk maken. Goed. En met dat gezegd hebbende, tot volgende week. Tot volgende week.